maart is traditioneel de jeugdboekenmaand. En dat viert men in de Genkse bibliotheek met een uitzonderlijke tentoonstelling rond schrijver en illustrator André Soly. Tijdens de ganse maand zijn er voorleesmomenten en workshops voor de jeugd. Bij de opening was André Soly uiteraard aanwezig en werd hij voorgesteld door onze schepen van cultuur, Aniek Nagels. Ah wel, we hebben een grote verrassing. André is hier. Kijk eens, dit is André. Ja. Hoi, hoi. Dat is degene die het boek geschreven heeft en geïllustreerd heeft. Applausje. Dus bij deze dank ik jullie allemaal. Wij openen de tentoonstelling door een stukje taart te eten. Maar wat we eerst gaan doen, gaan alle kindjes gaan even op de grond zitten. We gaan de tentoonstelling officieel open. Iedereen gaat zo zitten. Ja, zo op uw hurken. Alle kinderen. Ah, dat is goed. Want we gaan nu op een hele originele manier de tentoonstelling open. Zijn we klaar? Ja? 3, 2, 1. Ja, hier staat André Soly voor ons, de peetvader van de illustratoren van Vlaanderen, zeggen wij altijd. Ja, dat wordt zo gezegd. Hè. Karel Kneut, een collega van mij, heeft dat ooit laten vallen, dus wie ben ik om dat te weerleggen. Ja. Zeg André, hier staat een mooie tentoonstelling over jouw werk in onze bibliotheek. Wat doet dat met jou? Oh, in Genk word ik altijd verwend. Ik ben al zo lang met Genk verbonden, zogenaamd. Ik heb workshops hier gegeven vroeger en ik ben nooit stadsdichter zelfs mogen zijn. En nu die tentoonstelling, ja, ik ben zeer geflatteerd. Ja. En in Genk gebeurt er altijd meer dan alleen maar die tentoonstelling. Kinderen die er rond gaan werken. En dat is ook een tentoonstelling geworden hier. Dus dat moet ik nog allemaal bekijken, hoor. Ja. En je hebt ook nog een laatste boek uitgebracht, klopt dat? Dat is al een poosje geleden. Dat was Konijntjesbrood. Ja. En dat is toch al een poosje geleden. Maar dat is tot nu toe mijn laatste boek. En de taart, die was heel lekker.